Wat keur je af als horenneus? Nou, ja, als mensen onverdraagzaam worden. In Horen is gestart met de stadsgesprekken over het koloniale en slavernijverleden en hoe met elkaar samen te leven. Er komen talkshows, toekomstgesprekken, maar er wordt begonnen op straat. Het is leuk om te zien dat we veel respons krijgen van een brede groep inwoners en mensen die niet uit Horen komen, maar wel in de buurt wonen. Van alle leeftijden. En mensen zijn ook echt bereid om met ons in gesprek te gaan over de thema's die we in elke aflevering willen laten terugkomen. Door de hele stad worden de komende week met deze mobiele opnameset verhalen opgetekend. Die worden samengevoegd in meerdere podcasts. Gisteren was het thema heldendom. Waar voor de een Spider-Man een held is voor de ander is dat Navalny en voor de derde is dat zijn eigen kleindochter. En vandaag gaat het over erbij horen. Heeft u het gevoel dat er ook mensen zijn in Horen die misschien die er niet bij horen? Of die misschien het gevoel krijgen dat ze er niet bij horen? Op zo'n Hollands gezegd bij mijn cijfers. Er is ook gelijk kritiek op de opzet van de gesprekken. Aanleiding was namelijk het protest tegen het standbeeld van J.P. Koen op de Rode Steen. Verschillende groepen willen het beeld weg hebben. Zou er dan niet veel meer toch ter sprake moeten komen? Want dat is wat heel veel mensen toch graag willen weten uiteindelijk. Aan de ene kant wel, aan de andere kant merken wij in de gesprekken dat we het thema echt, dat het breder leeft en dat we het ook breder kunnen en moeten trekken. Het mag op tafel, zoals de burgemeester zei, alles mag op tafel. Gisteren stonden we ook bij het standbeeld en dan merk je dat mensen iets sneller over het standbeeld beginnen dan als je op een andere plek staat. Maar wij sturen niet in de gesprekken op dingen die niet gezegd mogen worden.